er bestaat ook zoiets als schijninvaliditeit. Hè. Er zitten ook heel veel mensen zogenaamd op de ziekenkas die daar eigenlijk niet thuis horen. De beste besparingsmaatregel, en ik wil dat ook gerust meegeven aan al onze ministers in die regering, is zoveel mogelijk mensen aan het werk zetten. Mensen die kunnen werken, die gaan moeten werken. De sociale partners hebben erover een akkoord gesloten. Wij voeren dat nu uit en dan gaat een koninklijk besluit komen. En laat ons even kijken of dat werkt en of dat het geld opbrengt. En ik ben ervan overtuigd dat dat zeker zijn positieve effecten heeft. De realiteit blijft wel bikkelhard voor de mensen in kwestie. En uiteraard is het een goede zaak om mensen aan het werk te helpen. Maar voor ons is het heel duidelijk, de inspanning die moet gebeuren, gaan we niet bij gewone mensen zoeken, gaan we niet bij mensen die al hard werken, gaan we niet zoeken bij mensen die het al moeilijk hebben. Het feit is wel dat op 4 jaar tijd, sinds 2010 tot 2014, de uitgaves wat een uitkering voor langdurige zieken, dat met 40% is toegenomen. En dan vind ik het wel onze taak als politici om te kijken hoe komt het dat er zoveel mensen langdurig ziek zijn. 1 en 2, wel kijken wat kunnen mensen die langdurig ziek zijn, wat kan men nog. Het is niet omdat men iets aan de rug heeft dat men andere taken niet kan doen. Ja, we zetten eerst de cijfers nog eens op een rij. In de afgelopen 20 jaar is het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen fors gedaald. Van 727.000 naar 570.000 per jaar. Maar daar hebben we niet zoveel aan, want intussen is het aantal mensen dat arbeidsongeschikt is gestegen. Van 168.000 naar 321.000. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen? Daarover heb ik bij mij Mirjam Kittier, SPA Oppositie. En voor de meerderheid Stefaan Verkamer, CD&V, Vincent van Quickenborne, Open VLD en Jan Sporen, N-VA. Meneer Sporen, het ene cijfer krijgen we naar beneden, maar het andere stijgt. En zelfs de laatste jaren vrij opvallend. Wat is er aan de hand? Ja, dat is een vrij logische tendens. Hè. Die zien we ook in alle landen. Dat als je iets gaat doen aan langer werken, gaat doen aan meer mensen aan het werk krijgen. Ook de hervorming van de werkloosheid is het een logisch gevolg dat dat naar arbeidsongeschiktheid opschuift. Daarom waarom is dat logisch? Hebben wij, omdat natuurlijk die mensen die het dan moeilijker gaan hebben, die gaan rapper uitvallen. En wij wisten dat ook als wij het regeerakkoord hebben onderhandeld. En daarom staan er in dat regeerakkoord een heel aantal zeer concrete maatregelen om dit tegen te gaan. Als je me vraagt waarom zitten we nu waar we vandaag zitten, is denk ik een stukje van de uitleg dat een heel aantal van die maatregelen nog niet zijn doorgevoerd. Men heeft daar vertraging op gelopen. Men heeft te veel willen rekening houden met allerlei betrokken partijen die allemaal een goede reden hebben om het status quo te behouden. Maar het resultaat is nu dat we in de situatie zitten die stilaan dramatisch is. Daar gaan we straks eens op door. Want wat ik meneer Sporen toch hoor zeggen is, we zijn dan streng geweest voor werklozen. We schorsen die vaker dan vroeger. Maar we zijn dan ook streng geweest voor mensen die het eigenlijk niet aan kunnen. Maar er zijn veel oorzaken. Hè. Er is de vergrijzing, er zijn de burn-outs, onderschat dat toch niet. Maar ik denk dat de belangrijkste oorzaak is dat het stelsel van arbeidsongeschiktheid voor langdurig zieken, dat het meest passieve stelsel is van de sociale zekerheid. De werkloosheid, de brugpensioenen zijn allemaal geactiveerd geweest, met succes, de cijfers zijn daar. Maar het punt is dat voor arbeidsongeschikten wij eigenlijk al die mensen aan hun lot hebben overgelaten. Ze worden niet opgevolgd, ze krijgen geen opleiding. De mensen, eens ziek, altijd ziek. Het gevolg is dat er heel weinig politieke interesse daarvoor is geweest. En het is de verdienste van onder meer Margie de Blok en Chris Peters, Margie de Blok als arts, om te zeggen, eigenlijk kunnen we dat niet toelaten. We kunnen niet toelaten dat we mensen aan hun lot overlaten. En vandaar dat we nu voor elk van die mensen een traject op maat moeten voorzien, zodat mensen die nog de kans hebben om te werken, dat ze dat ook effectief kunnen doen. Ja, dat meneer, is nodig. Ja, meneer Verkamer, we hebben ze te lang gerustgelaten, is eigenlijk het antwoord. Hè? Ja, ik ben het er niet mee eens eigenlijk met het sfeertje dat men nu wil creëren van dat het meer profiteurs zijn die er zijn bijgekomen, dat daardoor de uitgaven stijgen. Wat is er wel aan de hand? Er zijn veel meer werkenden bijgekomen op de arbeidsmarkt. Dus er zijn veel meer mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt en die dus ook rechthebbenden zijn. Dus je hebt veel meer rechthebbenden op sociale zekerheid. En daardoor, want er worden niet meer mensen ziek dan 10 jaar geleden. Dat is nog altijd 12 à 13%. Maar als je groep groter wordt
en het percentage blijft gelijk, dan stijgt natuurlijk het aantal mensen dat recht heeft op. Ja, maar je wil zo weinig mogelijk en dat lukt wel bij de werklozen, niet bij arbeidsongeschiktheid. Ja, maar dus als er meer mensen zijn, dan hebben die daar ook recht op. Daar komt nog bij dat dus er vooral ouder wordende werknemers bijkomen. Dat is ook het gevolg van de maatregelen van de regering, terecht. Maar die hebben uiteraard een groter risico op ziek te worden. Een metser van 55 jaar heeft een groter risico om ziek te worden of arbeidsongeschikt te worden dan zijn 21-jarige collega. Dus het risico is groter bij een groter wordende groep ouder wordende werknemers. Dus het is eigenlijk bijna logisch dat er meer mensen arbeidsongeschikt worden. Dat heeft niets te maken met meer profiteurs. Ja, het is een beetje logisch, hoor ik eigenlijk, mevrouw Kitteer. Ja, ik denk als je naar de arbeidsmarkt kijkt, dan mogen we toch ook niet ontkennen dat de werknemers de afgelopen 10 jaar toch een enorme werkdruk erbij hebben gekregen. Want de mensen die langdurig ziek zijn, de redenen daarvoor zijn vooral burn-outs en rugklachten. Dat zijn twee redenen die eigenlijk heel fel naar boven komen. En vooral ook bij mensen die onder de 40 jaar zijn. Dus mensen van mijn generatie, die kampen al met een burn-out. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat we de werknemers een hele hoge werkdruk hebben, maar dat er tegelijkertijd niks anders tegenover staat, hoe dat zij met die werkdruk moeten omgaan. Ik neem nu bijvoorbeeld de technologie, de mensen van vandaag, we hebben bijna allemaal een gsm's, onze mails komen we binnen en van heel veel werknemers wordt nog verwacht dat ook als ze thuis zijn, dat ze bereikbaar zijn. Hoe moeten ze met die stress omgaan? En anderzijds zie je dat de technologie ook heel veel angst en vrees bij de werknemers brengt, want sommige mensen denken van oei, die technologie die gaat mijn job in, die gaat mijn job innemen, waardoor mensen ziek gaan werken en waardoor je in die situaties komt dat je mensen eigenlijk tot op een limiet gaan en dan op een gegeven moment volledig uitvallen. Meneer Spoorn, ik heb uw coalitiepartner horen zeggen, er wordt hier een sfeertje gecreëerd alsof er meer profiteurs zijn bijgekomen. Ja, daar ben ik dus absoluut niet mee eens. Hè. Ik denk dat zowel Gwendoline Rutte deze week, ik heb dat al heel veel keren gezegd, het gaat er niet om om mensen die niet kunnen werken aan te pakken. Waar het gaat, is dat mensen die een reïntegratieplan krijgen, die de nodige begeleiding krijgen, waarvoor een aangepaste job wordt aangeboden en waarvan objectief wordt vastgesteld door een multidisciplinair team dat ze ook nog kunnen werken, dat die toch niet het recht hebben om te zeggen, dan werk ik daar niet aan mee. We hebben nooit gezegd, niemand heeft gezegd, nog in de oppositie, nog in de meerderheid, dat wij mensen gaan aanpakken die echt niet kunnen werken. Ja, absoluut. Want trouwens, ik vind ook, we moeten ook veel creatiever naar het probleem kijken. En vandaag is het heel simpel. Ofwel zijn de arbeidsongeschikt en dan mogen ze niet werken. Ofwel hebben ze dat niet, ja, dan moeten ze voltijds werken. Herinner u het verhaal van Mark Hermans? Hè? Iemand die een triatleet, gevallen en dan in een rolstoel. En dan moest hij kiezen. Ofwel kreeg hij een uitkering, mocht niet meer werken. Ofwel ja, was het juist het omgekeerde. Je zou systemen moeten kunnen vinden waarbij dat mensen die, ja, als die arbeidsongeschikt zijn of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, dat die toch nog deels kunnen werken en dat kunnen combineren met een gedeeltelijke uitkering. Ja, ik hoor, systemen ik hoor de politici dat altijd heel graag zeggen. Je zou systemen moeten kunnen vinden. Dat is je job. Je moet ze vinden. Maar dat staat in het regeerakkoord. Het moet gewoon uitgevoerd worden. Dat is ook afgesproken nu. In het kader van het sociaal akkoord dat is gemaakt tussen bij sociale partners, dus dat gaat er ook wel komen. Maar het enige waar ik wil voor waarschuwen is het volgende. We hebben met brugpensioen en werkloosheid hebben ook 20 jaar gediscussieerd van hoe kunnen we dat systeem eigenlijk nu oplossen. En we zien vandaag dat de cijfers naar beneden gaan. Minder bruggepensioneerden, minder werkloos. Door serieuze hervorming. Onder meer Frank van den Broeke heeft in 2004 het werkloosheidssysteem zo aangepakt dat men 1. veel aan preventie heeft gedaan, maar tegelijkertijd ook sancties heeft voorzien als mensen niet willen luisteren. Ja. En ik heb het gevoel of de indruk dat onder meer Mirjam die zeer zinnige dingen zegt over die burn-outs, dat men wel moet durven de twee dingen te vernoemen. 1. Preventie en zorgen dat er inderdaad op de werkvloer kan gewerkt worden. Maar 2. dat als er dan wel dingen fout lopen en bij werknemers, maar ook bij werkgevers, hè, dat men moet kunnen optreden. Het is altijd de twee die je samen moet doen. Dat is de kracht geweest van Frank van den Broeke in de tijd. En dat is hetgeen wat we nu ook nodig hebben op het vlak van arbeidsongeschiktheid. Eerst de Kamer. Ja. Er zijn 3 elementen. Preventie, proactief werken, dat is de weg die we echt moeten bewandelen. En 2. Een modernere werkorganisatie waardoor dat werkbaar werk gecreëerd wordt, dat mensen het kunnen volhouden. En 3, inderdaad, opvolging. En dat is hetgeen dat afgesproken is tussen de sociale partners en de ministers De Blok en Peters. En daar zitten 3 vernieuwende elementen in. 1. Er komt een quickscan voor iedereen binnen de maand dat hij ziek is, om te bepalen, is er een mogelijkheid tot een reïntegratietraject? Om nog te werken. Is daar een mogelijkheid om ofwel gedeeltelijk of naar een andere job terug te keren gedeeltelijk, dan wordt er inderdaad met de verschillende geneesheer, met de preventieadviseur, een traject afgesproken. Weigert de werknemer, dan valt die terug onder de controle en toezicht. En als die adviserende geneesheer zegt, meneer, u bent arbeidsgeschikt en die weigert opnieuw die werknemer, dan wordt die gewoon gesanctioneerd. Zo zijn er in 2014 dat kan 10.000... 10.000 mensen gesanctioneerd, dat kan al, de sancties bestaan al. Derde belangrijk element is nu, vernieuwend ook, dat de werkgever
Als die een zieke werknemer heeft, na 6 maanden kan er een procedure starten om duidelijkheid te krijgen over de ziekte van die werknemer, om na 1 jaar eventueel tot een ontslag zonder opzegvergoeding over te gaan. En een laatste element is dat de dokters, dat de vraag is van de sociale partners en de regering aan de dokters die mensen ziek zetten, dat zij goed nakijken, is het inderdaad iemand die 66% ziek is? Want dat is de norm om een ziekteuitkering te kunnen krijgen. Ja. En dus dat moet uniform, correct en streng toegepast. Ik ga even samenvatten. Eigenlijk zegt meneer Verkamer, sanctioneren kan al en die extra begeleiding, dat is nu wat we hebben afgesproken. Het is in elk geval waar. Er is een akkoord tussen vakbonden en werkgevers. Chris Peeters werkt een KB uit. Je zou kunnen zeggen, er is een consensus, maar nee, meneer Van Quickenborne, Gwendoline Rutte moest van de week toch nog eens zeggen dat er de strijd tegen schijninvaliden moest worden opgevoerd. We hadden nu eens een onderwerp waarover we misschien niet meer hoefden te kibbelen, maar het is niet gelukt. Nee, wat Stefan zegt is juist. Maar wat hij vergeet te zeggen, is dat er ook is afgesproken in de schoot van de regering dat er responsabilisering moet komen. Dat is een heel moeilijk woord. Dat wil eigenlijk zeggen dat al die verschillende personen, zijn de arbeidsongeschikte, de werkgever, ook de mutualiteiten, dat daar mechanismen moeten komen, en die moeten nog komen, Stefan, dat is afgesproken, om ervoor te zorgen dat uiteindelijk op het einde van de rit, zoals bij de werkloosheid, zoals bij de brugpensioen, als men niet zich correct gedraagt, dat geldt evenzeer voor de werkgever. Als voor de werkgever, als je het ziet dat een werkgever disproportioneel veel arbeidsongeschikten heeft, dan moet je eigenlijk gaan kijken wat gebeurt daar op de werkvloer. Als blijkt bijvoorbeeld dat de werkgever veel te weinig inzet op preventie, om te zeggen, kijk, die situatie is daar moeilijk om te werken, te weinig autonomie, te weinig vrijheid ook voor werknemers in dat bedrijf, dan moet er kunnen worden opgetreden. Dat is hetgene wat we vragen en dat is ook hetgene wat er is afgesproken, ook met de partijen van Stefan Verkamer. Mevrouw Kittier, de regering is dan goed bezig, hè? Ja, ik hoor het allemaal heel graag zeggen, maar ik zie de maatregelen nog altijd op de dag van vandaag niet. Hè. Dus in theorie hebben jullie allemaal gelijk en klopt dat allemaal. Maar op de dag van vandaag weten de werknemers alleen maar dat ze tot 67 jaar moeten werken. Maar tegelijkertijd weten ze niet op welke manier dat het werk moet georganiseerd worden. Opdat ze niet sneller zouden uitvallen, opdat ze hun werk zouden kunnen uitvoeren. Dus dat mis ik in heel dat verhaal. En twee, men spreekt hier nu onmiddellijk altijd vanuit de langdurige ziekten. En meneer Van Quickenborne, we zitten hier niet omdat ik een sfeer gecreëerd heb. Het is omdat u, voorzitter, eigenlijk een beetje een sfeer gecreëerd heeft. Dat er te veel mensen zitten die niet thuis horen in die ziekteuitkering. Ik ben geen dokter, zij is ook geen dokter. Als we dat moeten aanpakken, moeten we dat eigenlijk aanpakken daar waar dat het zit. Ik kan alleen maar ziek zijn als er een dokter is die mij een ziekenbriefje voorschrijft omdat ik ziek ben. En het is die dokter die dat controleert. Als wij vinden dat beter moet gecontroleerd worden, kunnen we eventueel naar een systeem gaan waarvan we zeggen van kijk, misschien moeten we het voorschrijfgedrag van de dokters eens bekijken. Absoluut. En als er iets te veel voorkomt, dan moeten de artsen onder elkaar dat eens bespreken van hoe komt dat. We hebben dat met de medicijnen ook gedaan en misschien zou het goed zijn. Maar dan neem je het langs beide kanten. Van de kant van de arbeidsgeneesheer, maar ook van de kant van de langdurige ziekte. Ik ben het helemaal eens en ik hoor je een paar keer rond de tafel al zeggen, we hebben dingen afgesproken, we weten hoe we de zaken moeten aanpakken. Ik denk dat het een kwestie is, zoals Mirjam zegt, er moeten nu een aantal dingen uitgewerkt worden en ingevoerd worden. En ik denk dan aan dat reïntegratieplan. En wat nu op tafel ligt, dat is een goed begin, maar het gaat niet ver genoeg. Het is nog te medisch georiënteerd. Het duurt nog te lang. We hebben afgesproken in het regeerakkoord binnen de 3 maanden. Dat is niet zomaar. Alle studies wijzen uit dat als je dat doet op een snelle manier binnen die 3 maanden, dat de kansen op succes ongelooflijk stijgen. Dus dat zijn zaken. Laat ons dit eens invoeren. Als wij dezelfde ijver van de dag hadden gelegd alternatieven op arbeidsongeschiktheid dan met werkloosheid en pensioenen, dan stonden we nu al veel verder. Ja, maar als u snel actie wil, dan moet u het in de regering wel eens zijn. Bent u het eens, meneer Verkamer? Maar Jan, we hadden nog dingen afgesproken in het regeerakkoord. Hè. 2 maanden gewaarborgd maandloon. Dat hebben we laten vallen, hè, omdat het onbetaalbaar zou geweest of de werkgevers op kosten zou jagen zijn. Maar er zitten nu al responsabiliserende elementen in het voorstel. Laat ons toch eerst wat is afgesproken, wat een draagvlak heeft bij sociale partners en de regering. Laat ons dat nu toch eerst een kans geven. Laat ons dat evalueren, tot welke effecten leidt dat. En dan kunnen we nog bijsturen. Hetgeen dat afgesproken is, waar dat eigenlijk goed over nagedacht is, waarbij dat er een draagvlak is om dat samen uit te rollen, laat ons dat nu eerst proberen en dan zien we wel na een jaar welke effecten. Maar ik hoor u goed, meneer Verkamer, extra sancties nodig. Maar die sancties bestaan al vandaag. Ze bestaan al. Met alle respect, Stefan. We hebben afgesproken, en dat kun je niet ontkennen, dat er ook een systeem moet komen van responsabilisering tegen de zolder. Naast het akkoord dat we gemaakt hebben. Over dat gewaarborgd inkomen, dus dat de werkgevers dat 2 maanden zouden moeten betalen in plaats van 1 maand. Dat is hetgeen wat Stefan zegt.
dat uiteindelijk hebben beslist, samen met de regering, met alle vier de partijen, om dat niet te doen. Waarom niet? Omdat dat eigenlijk een maatregel is. Dat is zeggen van, kijk, de factuur wordt betaald door de werkgevers. Maar de vraag is, zal dat leiden tot meer preventie en tot meer inzet voor die werkgevers dat te doen? Ik denk het niet. Ik denk dat je ander systeem... En de zieken sanctioneren wel? Nee, ik denk dat je ander systeem moet doen. Je moet doen wat Mirjam zegt. Mirjam zegt, je moet kijken naar het geschreven van arts. Ik vind dat je ook moet kijken naar de werkgever. Als die daar fouten begaat, moet er ook kunnen worden opgetreden. Bijvoorbeeld, bij brugpensioen hebben we een bijdrage ingevoerd op de werkgever. Maar dan ook, die moet dat betalen. Waarom zouden we hetzelfde ook niet kunnen bedenken, bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsongeschiktheid? Dus dat die werkgever meebetaalt aan de ziekteuitkering. En dan derde is inderdaad de langdurig zieke. Ik denk dat de meeste van die mensen op zoek zijn of willen geholpen worden. Dat dat een kleine minderheid is die inderdaad een probleem wordt. Dan moet ook kunnen opgetreden worden, zoals we dat gedaan met werklozen. En dan heb je een goed pakket. En ik denk eerlijk gezegd, als je dat op een nuchter manier bekijkt, los van alle ideologie, dat je tot goede oplossingen kunt komen. Want zelfs hetgeen wat SPA voorstelt, heeft zin. Hè? Ik heb het al gezegd, Frank van den Broeke heeft destijds voor de werklozen goede dingen gedaan, maar hetzelfde moet nu gebeuren met Margie de Blok en Chris Peters voor die arbeidsongeschikte. Maar ik wil wel eens weten hoe u dat gaat organiseren om ook die werkgever eventueel te sanctioneren. Want het is begrijpelijk dat veel werkgevers zeggen, ja, iemand die ziek is, lichter werk, dat heb ik niet zomaar. Hè? Ja. Dit is een bedrijf waar je moet presteren. Ja. Ja, ik denk dat we moeten gaan naar een hervorming van die tweede maand gewaarborgd loon. Hè. We kunnen die niet zomaar invoeren. Vincent heeft gezegd waarom dat niet werkt. Maar we moeten daar wel iets mee doen, hebben wij ook altijd gezegd. Maar als je de werkgever verantwoordelijkheid geeft, hè, dat wil zeggen dus meebetalen voor de uitkering, gedurende een bepaalde periode, dan moet je die ook meer impact geven op het reïntegratieproces. Je kan niemand verantwoordelijk maken en dan gewoon met een doktersbriefje afkomen en je moet als werkgever dat slikken. Dan moet je dus via dat reïntegratieplan impact hebben. Dan moet je ook als werkgever de kans hebben om een werknemer daarop aan te spreken. Ik begrijp niet wat u bedoelt hoor. Als ik met een ziektebriefje kom van een dokter, ja, dat is een dokter. Hè. Kan die werkgever dan daarom zeggen, dat we altijd gezegd hebben, die focus moet liggen bij de bedrijfsarts. Die weet hoe het er op de werkvloer aan toe gaat en die kan wel andere taken en andere job omschrijven. Mevrouw Kutier. Zal uw focus moet liggen om uw werk zo te organiseren dat ik niet meer uitval als burn-out. Ja, maar dat kan de behandelaar. Momentje. U vertrekt telkens vanuit de situatie dat we ervan uitgaan, laat de mensen maar langdurig ziek vallen. Dat is fout. Nee. Als werkgever moet je starten van hoe ga ik mijn werk organiseren. Tuurlijk. Want ook de werkgevers geven toe dat mensen uitvallen omdat het de arbeid niet zo georganiseerd is. Hè. De arbeid is veel te stressvol georganiseerd. Ja. Dus ik ben eigenlijk voorstander, als ik even een concreet voorstel op tafel mag gooien, om, we hebben vroeger diversiteitsconsulenten gehad, het zou veel beter zijn dat we bewerkbaarheid consulenten ook sturen naar bedrijven, zodat je samen met de werkgever en de vakbonden op de werkvloer kunnen kijken hoe moeten we onze arbeid anders organiseren, zodat mensen het langer kunnen volgen. Ik zoek nog altijd naar overeenstemming binnen de meerderheid, meneer Verkamer. We moeten de zieken niet bestrijden, we moeten de zieken niet in hun inkomen snijden, we moeten de ziekte bestrijden. En dus moeten aan preventie doen, werkbaar werk creëren. En dat is hetgeen dat minister Peters nu direct de prioriteit heeft gelegd de voorbije weken. Oké, okay, maar wordt dus duidelijk, wat is dan de verantwoordelijkheid? Voorlopig is dat nog alleen maar een slogan. Voorlopig is dat nog alleen maar een slogan. Hè? Maar nee, allee, er is, het overleg is gestart. Er zijn 10 verschillende werven gestart met de sociale partners om nu tot concrete maatregelen te komen tegen deze zomer. Heren van de meerderheid, Word eens concreet. Hoe ga je die werkgever verantwoordelijk maken? Maar de afspraak is, en de ervaring heeft dat geleerd van de sociale partners, dat de vrijwilligheid de beste manier is om eigenlijk mensen opnieuw aan het werk te krijgen. En als je dat doet in een multidisciplinair team, met de behandelende geneesheer, met de adviserende geneesheer, met de bedrijfsarts, met de preventieadviseur, de werknemer en de werkgever, waarbij dat elk zijn engagement neemt, laat ons dat toch eerst uitproberen. Ja, dat is wat de vakbonden en werkgevers hebben afgesproken. Hebben ze zich ook niet een beetje van afgemaakt op die manier? Oh, ik denk dat er, laat ons eerlijk zijn, de werkgevers, die zagen absoluut die tweede maand niet zitten. Dat weten we. En de vakbonden hebben waarschijnlijk gezegd van oei, zeker geen maatregelen ten opzichte van de mensen. Maar wat we moeten doen zijn de positieve voorbeelden. En ons land bulkt van de positieve voorbeelden. Er zijn tal van kleine en grote bedrijven. We hebben dat trouwens gezien bij Vlaanderen Synergy. Dat is een organisatie die inzet om hoe dat je werkbaar werk mogelijk maakt in de schoot van bedrijven. We hebben dat gezien. Dat is een fantastisch verhaal. BASF bijvoorbeeld, een grote multinational. Die zegt gezonde werknemers leiden tot een gezond bedrijf. Die zetten daarop in. Ja. Er zijn tal van voorbeelden die eigenlijk moeten getoond worden. En dat in plaats van altijd te spreken dan over wat doe je met de negatieve. Toon de voorbeelden die werken en zorg ervoor dat iedereen... En de vraag van Merm is van consulenten, ik hoed u een beetje voor plannen en planlast. Wat ik wil, zijn dingen die
eenvoudig zijn en die voorbeelden geven. En dat moet lukken. Ik denk dat we daartoe in staat zijn. Want trouwens, bedrijven, hè, die zorgen dat mensen autonomie hebben, die vrijheid hebben in een bedrijf, dat zijn goede bedrijven. Kijk naar Schoenentorfs. Dat is een bedrijf dat erin slaagt om heel weinig absenteeisme. Je heeft een paar goede voorbeelden, maar ik leer nog niet bij maar de ondersteuning, wat Mirjam zegt, naar de werkgever is wel belangrijk. Hè. In sommige gevallen gaat het zo lukken en er zijn fantastische werkgevers die ervaring ook hebben, in veel gevallen niet. En dan moet je dus met een soort consulenten, en daar is de oplossing, die is er. Hè. Ja, u bent ervoor. De preventiediensten, als die taken nu eens worden hergedefinieerd, zodat ze meer bezig zijn met arbeidsintegratie en werkbaar werk en niet met standaard routinecontroles. Dat hebben de sector heeft dat gezegd, de werkgevers hebben dat gezegd, de vakbonden hebben dat gezegd. Laat ons dat doen en we zijn al een heel stuk verder. Mevrouw Kittier, met name voor een KMO is het vaak niet zo makkelijk om lichter of ander werk te vinden. Dat zijn vaak kleine organisaties waar heel erg op het scherp van de snee wordt gewerkt. Is dat allemaal wel denkbaar dat die ook nog eens consulenten moeten hebben en verantwoordelijk moeten zijn en reïntegratietrajecten en weet ik veel? Het is net omdat het voor KMO's zo moeilijk is dat ze ook weinig tijd hebben om bezig te zijn met een arbeidsorganisatie, dat ik ervan overtuigd ben dat je iemand moet hebben die expert is, die goede voorbeelden die je aanhaalt, Vincent, kan gebruiken ook in andere bedrijven, maar die ook specifiek alleen maar daarmee bezig is. Ik heb ook rondetafels gedaan. De minister van Werk is rondetafels aan doen rond werkbaar werk. Ik heb het ook gedaan. Ik heb met mensen van de werkvloer gesproken en ik heb met werkgevers gesproken. En ze hebben zelf weinig concrete oplossingen die er zijn. Ze zeggen, iedereen erkent het probleem dat er is, maar iedereen zegt op welke manier moeten we het oplossen. Dus zou het toch veel beter zijn dat je experts in dienst neemt die samen met u gaan bekijken. Want ik denk dat er wel een bereidheid is om tot dat werkbaar werk te komen. Ja, blijft het feit dat ik hier één meerderheidspartij heb die zegt het akkoord tussen vakbonden en werkgevers is best goed, laat ons daarmee beginnen. En dat ik er twee anderen heb die zegt nee, we moeten veel verder gaan. Nee. Wij zeggen dat akkoord elementen goed is. Ja. Maar het is een eerste stap, Sylvain. Ja. En er moet een tweede stap bij komen. Dat is het verhaal van het sluitstuk. Dat is de, wat ik noem, responsabilisering. Maar dat gaat evenzeer over de preventie. Want ik ga eerlijk zijn, dat is ook de realiteit. U vraagt hier, wat is de oplossing? De oplossing is oplossing op maat voor mensen en in bedrijven. Ja, nog... En dat heb je niet standaard. Hè. Dat bestaat ook niet. Hè. Nou, u, meneer Kamer, valt een minuut te praten over die volgende stap? De afspraak is dat we dat gaan evalueren. De afspraak is dat we na één jaar evalueren. En als uit die evaluatie blijkt dat we moeten bijsturen, heb ik daar geen enkel probleem mee om daar bijsturingen aan toe te voegen. Geen enkel probleem. Ja. Maar laat ons eerst dat voorstel dat we moeten uitrollen een kans geven. Ja, laten we eens kijken of dat aantal arbeidsongeschikten inderdaad gaat dalen. Mevrouw, mijn heren, bedankt voor het gesprek.